Goeiedag, 20 minuten regionale topsport die je voert langs de marathon, de hockeyplay-offs, de zaalkorfbalfinale en jawel, het NK paaldansen. Maar we beginnen met iets heel anders opwindends, Feyenoord. Als tweelingbroers doen Silvio en Diego natuurlijk alles samen. Dus ook mascotte zijn bij Feyenoord RKC. Het enige wat ze niet samen konden doen is voetballen met de spelers tijdens de warming-up, want Diego zit in een rolstoel. Toch hadden ze allebei de dag van hun leven en dat was niet alleen omdat Feyenoord met 2-0 won. Die Belhassan niet, dat vind ik een goeie. Die komt van Sparta. Het wedstrijdshirt van Guidetti waar hij echt in gespeeld heeft. En de handtekeningen van alle spelers van verschillende seizoenen. En de tas van Mario Been. Eigenlijk heb ik niet echt heel veel van Feyenoord in mijn kamer. Eigenlijk alleen het dekbed en bij mijn broertje hangt meer de shirts en de dingen. Ik hou wel van voetbal, ik zit ook op voetbal. Later wil ik graag DJ worden en niet echt iets met voetbal gaan doen of zo. Ga jij vaak kijken bij Feyenoord? Nou ja, als het kan wel, maar het rolstoelvak is uitverkocht aan seizoenskaarthouders dus. En in andere vakken is geen optie? Nee, want dan staan er hele fanatieke en dan voel je je eigenlijk niet echt veilig. Als ze een biertje op hebben bijvoorbeeld, dan voel je je eigenlijk niet echt veilig. Hallo jongen. Op wie zei je te wachten? Op alles. Op alles? Dat was een mooi antwoord. Mag ik met jou op de foto? Ja. Ja, ah, klasje jongens. Mag ik erbij ook? Ja, van mij wel. Ja. Hebbes. Nou, ik kan jullie geluk brengen. Succes. Die spelers een hand geven, dat is het leukste. Dat is gewoon gaaf. Dat is mooi zeg. Ik vind dit echt zo gaaf. Hij voelt het eerst eng om dit te doen, maar hij staat er nu toch wel. Bouw jij er nu ook van dat je niet ook op het veld kan staan? Nee, want ik zie ze wel heel dichtbij, dus ik vind het zo wel goed. Ik, ja, kan gewoon niet en het is zo ook goed. En je geniet nog steeds met volle 100%? Ja. Enjoy, hè? Zo is het. Dus dit was wel de mooiste dag van je leven? Tot nu toe wel. Ja, met de scheidsrechters en al die spelers erop. Ja, alles in één. Gewoon gaaf. Het is, je kan het niet anders omschrijven. Superleuk en ik kan het in geen woorden zeggen, het is gewoon superleuk. De mooiste dag van je leven? Ja, denk ik wel, ja. Ja! Ja! Blijft toch het mooiste om te zien. Blije kinderen. Het laatste nieuws over Feyenoord is dat het duel van komende zondag met PSV gewoon om 16:30 wordt gespeeld. De KNVB heeft wel Ajax-ADO verschoven. Die wedstrijd, die mogelijk de kampioenswedstrijd is voor de Amsterdammers, stond om 16:30 en is nu ook 16:30 geworden. De mannen van Hockeyclub Rotterdam worden niet opnieuw kampioen van Nederland. De ploeg van coach Reinhard Wolf kwam tegen Oranje-Zwart namelijk net tekort om de finale van de play-offs te bereiken. En of dat al niet erg genoeg is, spelen de Rotterdammers volgend seizoen ook nog eens geen Europees hockey. Om dat te bereiken had Kampong als de nummer 1 van de reguliere competitie de finale moeten bereiken. Maar net als Rotterdam werden zij ook uitgeschakeld.
Op het veld waar Hockeyclub Rotterdam vorig jaar de grootste prijs uit de geschiedenis binnenhaalde, namelijk landskampioen worden ten koste van Oranje-Zwart. Daar moest met minimaal 3 doelpunten verschil worden gewonnen, aangezien zaterdag Hockeyclub Rotterdam met 1-3 thuis had verloren. De Rotterdammers begonnen ook goed. Hier een kans eerst in Sanse Hetsberger en Kellerman beseft dat hij Rotterdam al heel vroeg op voorsprong had kunnen zetten. Aan de andere kant dan de allereerste kans voor Oranje-Zwart. Oud-Rotterdam-speler Robert van der Horst met de kans en dan een prachtig doelpunt. 1-0 voor Oranje-Zwart na de 3-1 van afgelopen zaterdag in Rotterdam lijkt het duel beslist. Dan dit moment. Servi van As slaat de bal per ongeluk in het gezicht van Niek van der Schoot. Schrik bij Van As, want hij weet hoe het is om eventueel tanden te moeten missen. Maar gelukkig viel het allemaal mee. Sportief gebaar. Dan dit moment de gelijkmaker van Kellerman, die in tweede instantie een strafcorner weet te benutten. En zo gloort er weer hoop bij de ploeg van Reinoud Wolf. En Michel van der Heuvel, de coach van Oranje-Zwart, ja, ziet dat het niet loopt bij de ploeg uit Eindhoven. Hier gaat Robert van der Horst lopen met de bal. Balverlies. Dan is het de Belg Thijs die goed de cirkel binnengaat. En dan komt de bal voor de stik van Bas Campbell. En voor rust is het zelfs 1-2. En heeft Rotterdam nog maar 1 doelpunt nodig om eventueel een verlenging uit het vuur te slepen. In de tweede helft dan Oranje-Zwart op zoek naar de gelijkmaker met Thomas Briels. Zaterdag nog verantwoordelijk voor 2 treffers. En dan dit moment, de scheidsrechter geeft een strafbal aan Oranje-Zwart. En dan denkt de thuisploeg, als het 2-2 wordt, is het wel beslist. Maar Mink van der Weerde poest hem kaart op de lat en dus blijft Rotterdam in leven. Maar even later een fout van Gerritsen die de bal zomaar inlevert. En dan is het uiteindelijk Dabanj die de bal binnentikt. 2-2. En dan is het duel met nog 4 minuten op de klok zo goed als beslist. Maar Rotterdam weet uit een strafcorner 2-3 te maken via Jeroen Hetsberger. En dan heeft Rotterdam 1 doelpunt nodig om zelfs nog te winnen. Maar in dezelfde minuut is het Mink van der Weerde die ervoor zorgt dat het 3-3 wordt. En dus gaat Oranje-Zwart naar de finale. En omdat Kampong dat al een Euro Hockey League ticket had verloor van Bloemendaal, wordt er geen wedstrijd meer gespeeld om de derde plaats. Ja, dat maakt het extra zuur. Dit hoop je gewoon niet. Je hoopt in ieder geval een prijs binnen te halen door, als je dan nog niet in de finale mag spelen, dat je dan nog kan vechten voor een EHL ticket. En dat is gewoon veel waard. Doordat het WK er is, gaat het nu maar over 2 duels. Is dat nog nadelig voor jullie geweest? Ja, heel nadelig geweest. We moesten nu minimaal met 3-0 winnen om door te kunnen gaan. Dus ja, daar ben je mee bezig. Je bent niet bezig met een wedstrijd winnen, je moet met 3-0 winnen. Nou, dus dat is het grote probleem. We stonden 1-2 voor. Je zou het van dicht houden en winnen en dan morgen, of in ieder geval woensdag, doorgaan. We zijn natuurlijk landskampioen en we hebben echt een nieuw elftal. Met eigenlijk maar 1 buitenlandse speler, alleen Jeffrey Thijs. Maar we raken natuurlijk een bak aan ervaring kwijt met Nols, 3 Kiwis en Willem Hetsberger. Maar nee, daar hebben we toch onverwacht heel goed mee gepresteerd. Dus, vooralsnog kijk ik terug op een aardig seizoen, maar dat heel graag in de finale staan. Zoals je gisteren op deze zender hebt kunnen zien, is PKC er zaterdag in een bomvol Ahoy niet in geslaagd de zaalkorfbalfinale te winnen van top. En dat is met name jammer voor trainer Jan de Jager, want die krijgt daarmee niet zijn gedroomde afscheid. Na 6 jaar intensieve samenwerking met collega-coach Ben Krum stopt de Jager bij PKC om volgend seizoen een niveau lager bij hoofdklasser Oranje-Wit aan de slag te gaan. Op Ricardo. Loutje, pak gelijk aan, hè. Lopen. Let op, komt die paal. Ja. Mee. Kopje leeg met schieten, kom. Yo, zelf. Niet te snel, maar... Je leeft er het hele jaar naartoe. Ik zeg, we zijn 5 jaar geleden met PKC aan een trip begonnen met een hele nieuwe groep met Ben Krum ervoor. En dat is denk ik fantastisch uitgepakt. Sta Andries, naar binnen. Ja! De rol is altijd hetzelfde naast Ben. Ben en ik praten heel veel. Ben zet de tactiek uit in de rust. Maar ik breng het vaak over naar de spelers op mijn manier. Rustiger passen, rustiger in de passing. Ben is heel emotioneel, raakt ze wel en dat pakt ook vaak goed uit. Maar af en toe hebben de mensen even een rustige aanwijzing nodig en daar ben ik voor. Ries, heb geduld, ze komen wel, maar zoek ze dichterbij. Zoek hem gewoon echt dichterbij. Ben te ver. Goed. Hey, prima. Danny, prima jongen. Suus.
kan goed relativeren. Ik kan goed rustig blijven in moeilijke fases in wedstrijden. En dat is denk ik nodig in finales zoals deze. Hey! Godsamme, dat is toch levensgevaarlijk. Dat duel, schuit eruit duel. Ik snap hem wel. Kom maar. Erbij? Ja, even kijken. Jij moet eens naar basketbal gaan kijken! Hey! Hij stapt met die man! Jij gaat naar Oranje-Wit en mijn collega's die zeggen allemaal... Hè, Jan de Jager die gaat van Barcelona naar een hoofdklasser. Ja, dat klopt. Dat hebben ook heel veel mensen zitten daar heel naar te kijken. De mensen zeiden op een gegeven moment, Jan, waarom ga je nou weg? Ik zeg, nou ja, jongens, jullie zijn te goed geworden. Ja, ze zijn te goed geworden. Mijn meerwaarde, die ik naast Ben had, die zien hun misschien nog wel. Die zien de mensen eromheen nog wel. Maar ik kwam zelf tegenwoordig. Op dinsdag en donderdag kwam ik thuis en had ik zoiets van, ja, de ploeg heeft fantastisch getraind. Maar wat is mijn bijdrage daaraan geweest? En dan moet je voor jezelf denk ik gaan besluiten van, joh, waar haal ik mijn energie en mijn plezier uit? Dat is ook training geven, mensen beter maken. Dat heb ik hier lang kunnen doen, maar ik denk dat moet je niet te lang doen. En ik denk, Ben kan absoluut deze ploeg nog beter maken op details, maar daar hebt u mij niet meer voor nodig. Forceer hem maar een keer. Ja, we zouden het niet wel doen, maar... Oké, okay, forceer hem dadelijk maar een keer, ja? Forceer hem maar een keer, naar binnen. Opzij en naar binnen. Ja! We kijken naar terug op 5 jaar PKC. Ja, trots. Trots op de ploeg. Ik heb fantastisch samenwerkt met Ben Krum. Ik denk, toen wij begonnen, toen zeiden heel veel mensen van, waar begin je aan? En dat ga je niet volhouden. Maar ik denk, Ben waardeert mij, ik waardeer Ben. En we hebben elkaar echt fantastisch aangevuld. En we hebben denk ik een ploeg neergezet, ja, waar je echt met trots afscheid van kan nemen. En dat gaan we ook doen. Dan nu iets heel anders, echt iets heel anders. Bij toeval kwam Ietsje Rozier op de sportschool de mogelijkheid tegen om pole fitness te proberen, een soort paaldansen. Ze probeerde het gewoon om eens iets wat anders te doen en prompt was een nieuwe passie geboren. Inmiddels geeft ze zelfs les aan de Paaldans Academy in Rotterdam. En afgelopen weekend deed ze mee aan het officiële NK paaldansen om de hoek in Hoogvliet. Voor mij, hoe je het ook doet, paaldansen is topsport. Ik ben toch zenuwachtig. Het is 2 minuten, het is een momentopname. Je moet je concentreren, je moet je goed voorbereiden, opwarmen. Dus dan ben je een beetje aan het stuiteren, weet je. Of je hoort meiden van tevoren zeggen, oh, de paal is glad. Of iemand gaat nog heel veel vragen aan je stellen, terwijl je denkt van, ik wil gewoon concentreren, weet je wel. Dus ja, van tevoren kun je dat misschien wel aan me zien. Maar dat hoort ook een beetje bij. Alles om je heen, dat geeft ook allemaal indrukken. En je moet gewoon heel erg bij jezelf blijven. Dus het is wel zenuwslopend, maar wel op een goede manier, moet ik zeggen. Ik ben nummer 9, dus als ze nu 5 minuten per persoon hebben, dan zou ik kort voor de auto staan. En jij bent voor of na de pauze? Na de pauze, 4 na de pauze. Ja, je weet, en je lijf weet het ook, is 1, dat... dat je gaat, dat je moet gaan performen. Ik probeer ook wel echt tegen mezelf te zeggen, oké, ga ervan genieten en ga ervoor. Dus ik probeer op het moment zelf, vlak van tevoren ben ik vaak nog echt zenuwachtig, maar gewoon te denken, oké, nu knallen. Het kost hartstikke veel kracht, lenigheid, souplesse, discipline, inzet, creativiteit, authenticiteit. Dat kost het allemaal. Zeker als je een act en performance neer wil zetten. Zo zie ik het. En in de clubs, dat heb je ook. Niks mis mee, dat heb je. Maar hier, wat we doen, is echt topsport. En het is nu, dit keer hoe het NK is geregeld, is dat met de regels van ISPF. En dat zijn internationale regels. En dan kun je het een beetje vergelijken met misschien turnwedstrijden waarbij je verplichte oefeningen hebt.
Je kon kiezen uit 10 lenigheidsoefeningen, 10 krachtoefeningen. En in je 4 minuten moet je 5 oefeningen uit elke categorie. Ik hoop dat andere mensen het ook gaan zien als een topsport. En als je dit event bekijkt, dan zie je eigenlijk alleen maar atleten hier rondlopen. Dus ja, daar ben ik eigenlijk wel trots op. Zoals wij denk ik hier allemaal paaldans allemaal neerzetten, heeft niks met erotiek te maken. Echt sport. Ik ben blij omdat ik er echt vol voor ben gegaan. Ik heb echt wel genoten. En ik was wel eventjes van tevoren best wel heel zenuwachtig, dat ik ook wel echt dacht van, oh ja, dat moet ik niet de overhand nemen. Maar nee, ik ben blij. Ja. En ik hoop dat jij ook blij bent. Het zag er prachtig uit, toch? Ietsje Rozier eindigde uiteindelijk als 7e op het NK. Zondag is de grote dag, de dag van de Marathon van Rotterdam. Als het goed is, zijn alle deelnemers er nu al klaar voor. Waar de meeste recreanten nogal tegenop zien, dat is het Kralingse Bos. Natuurlijk, normaliter is het er heerlijk hardlopen, maar tijdens de marathon verandert dit fraaie stukje natuur in een valse sluipmoordenaar. Ja, het is gewoon een moordenaar eigenlijk. Je weet dat je door dit bos moet. En je kent de verhalen, ja, de man met de hamer die staat ergens en na de 30, na de 32 wordt het moeilijk. En sommige mensen lopen daar misschien fluitend doorheen en anderen denken, shit, ja, daar komt hij. Hij sluipt natuurlijk wel langzaam in je achterhoofd. Hè? Als je dus het centrum er weer uit bent en je gaat richting Krooswijk, dan weet je dat het bos gewoon gaat komen. En, ja. Je loopt al 30 kilometer. Hè? Dan loop je eigenlijk op die Krooswijkse weg en dan zie je dat bos al voor je. En dan moet je er nog 12. Dat zijn eigenlijk 2 rondjes Kralingse Bos en daar draai je normaal je hand niet voor om. Maar ja, die laatste 12, hè, die gaat je opbreken uiteindelijk. Dat is wel het rare, dat je tijdens de training is het hier hartstikke leuk. Want dan loop je lekker. Maar tijdens die marathon dan is het niet prettig om in dat bos te lopen. Want dan ga je kapot, dan ga je dood. Dat is een soort van regel tijdens de marathon van Rotterdam. Als je het bos inkomt van het Krooswijk, waar je dus gedragen werd door de mensen, je komt het bos in, dan is er helemaal niemand meer, helemaal niks. Daar ben je helemaal alleen. Nou, dan ga je eraan. In je kuiten krijg je het natuurlijk op een bepaald moment voor je kiezen en ja, het is eigenlijk niet te beschrijven. Je hoort ook mensen om je heen hoor, die klagen en die lopen te schreeuwen en te gillen dat ze nog 4 of 3 of 2 kilometer moeten. Maar ja, en die zeggen ook allemaal zo van, het is mijn laatste of mijn eerste en mijn laatste of het is sowieso mijn laatste marathon. Ik denk dat iedereen een man met de hamer tegenkomt. En bij de ene is dat een mannetje en bij de andere is het een beer van een kerel met een sloopkogel. Ja. En het gaat erom, dat is ook het lastige denk ik van het bos tijdens de marathon. Het gaat om je eigen mentaliteit. Want als jij een tik krijgt van die man met die armen, dan moet je denken, ja leuk, maar ik sla die gozer neer en ik loop door. En daar moet je aan denken als je in dit bos loopt. En je moet niet denken, waar zijn al die mensen nou, want die zijn er echt niet.
Ja, dat is ook de keerzijde van de medaille als je dus tussen die 30 en die 42 zit. En dat is toevallig in Rotterdam op het Kralingse Bos. Het gaat om je eigen mentaliteit om, nou, om dit bos te verslaan eigenlijk. En wie wil zien of er zondag in het Kralingse Bos inderdaad lopers zijn die het moeilijk hebben. Er is daar plaats zat voor het publiek. En natuurlijk is dat ook te volgen via radio en tv. Zover is het nu nog niet. De komende dagen blikken we op radio, tv en internet uitgebreid vooruit op de marathon. Vrijdag zijn we er weer, dan met onze voetbaltalkshow. FC Rijnmond. Tot dan.